Ja, nou, laat mij toch even teruggaan en erop wijzen dat natuurlijk die drie regeerperiodes, die zijn geen one-man show geweest. Dat is geweest samen met partners. Soms goed ondersteunend, soms niet helaas. En samen met het volk. Niet waar dat wij die drie periodes vol hebben mogen maken. En ik denk ook dat een succes hebben mogen maken. En wat betreft die kwestie van de maritieme grens. Het is natuurlijk zo dat ook daarover er een beeld bestaat. Wat niet overeenkomt met wat eigenlijk de werkelijkheid is. Maar zonder een goed vastgestelde maritieme grens zouden we eigenlijk niet in staat zijn, geen van onze twee landen, om in het betreffende gebied succesvolle boringen te doen en op weg te gaan naar succesvolle exploitatie van de olievoorraden die er liggen. Dus er is heel wat te doen geweest om de vaststelling van die grens. Veel mensen die beschouwen het woord dat bij die grens een rol gespeeld heeft, eigenlijk als een nachtmerrie. Hè? Namelijk de equidistantielijn. Ja. Maar het is zo dat dankzij de vaststelling van die grens er verder dan gericht gezocht kan worden in een gebied wat duidelijk Surinaams gebied, zeegebied is. En dat de maatschappijen nu daar kunnen werken. En wat betreft de equidistantielijn, het is een internationaal principe. Niet alleen, maar zelfs het principe past Suriname stilletjes toe aan de Franse kant. Na mijn regeerperiode nog is de overeenkomst tot stand gekomen en gesloten. Dus ik denk dat het een zeer moeizaam resultaat is geweest toen. Maar dat het een goed resultaat is geweest om de maritieme grens tussen Suriname en Guyana vast te stellen.